Graag. Ja, hartelijk dank, Peter. Ja, ik zal in deze korte presentatie wat vertellen over de resultaten, de voorlopige resultaten van de haalbaarheidsstudie die wij uitvoeren op de Kreekrug, ter hoogte van Noord-Gouwen. Heb ik het verkeerde scherm? Ja, nou ja, goed, voordat ik daar aan begin, wil ik graag toch eerst even stilstaan bij wat nou precies Kreekrug is. Ik denk, voor een aantal van jullie zal dat wellicht bekend zijn, misschien voor een aantal ook niet. Die Kreekruggen zijn eigenlijk, dat zijn oorspronkelijk de kreken in het landschap en waren op dat moment het laagste punt in het landschap. Nou goed, dat is in de loop der tijd, zo vanaf 1200 ongeveer, begonnen die kreken dicht te slibben. Te verzanden eigenlijk. Totdat ze eigenlijk min of meer verdwenen waren en er geen kreken in het landschap waren. Nou, vervolgens door menselijk toedoen door menselijk handelen zijn is er ingepolderd, zijn de gebieden ontwaterd en zijn de omliggende delen van de kreekrug, dat was meer het landschap met klei en veen, is gaan inklinken. En omdat die kreekruggen vooral uit de verzande kreken vooral uit zand bestaan, dat minder inklinkt, heb je eigenlijk op dit moment een situatie waarbij de kreekruggen verhoogd in het landschap liggen, terwijl ze oorspronkelijk dus eigenlijk het laagste punt waren. Doordat er zand aanwezig is en ze iets hoger liggen dan het omliggende landschap, heeft zich ook in de loop der tijd een zoetwaterlens gevormd als gevolg van neerslag. En omdat zoetwater een lagere dichtheid heeft dan zoutwater, drijft het ook op het zoute grondwater, dat verder in Schouwen-Duiveland meer of ja, veel ondieper in de ondergrond aanwezig is. Kijken, vorig jaar hebben wij op 5 locaties op kreekruggen quickscans uitgevoerd. Daar wil ik nog even bij stilstaan. Want anders dan het verhaal dat Arjen Roelandsen net vertelde, is het kreekruggensysteem is veel meer een regionaal systeem. Waarbij die ook regionale systemen die met elkaar in verbinding staan. Dus een belangrijk onderdeel daarbij is ook de samenwerking. Dus steeds daar ook gekeken naar clusters van ondernemers. We hebben 5 clusters bekeken om te kijken waar het beste een haalbaarheidsstudie kan worden uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit die quickscans waren eigenlijk dat in al die clusters wel mogelijkheden waren tot duurzaam beheer en eventueel de uitbreiding van de zoetwaterbel. Maar een belangrijk aandachtspunt is van ja, je kunt die zoetwaterbel wellicht willen aanvullen, duurzaam willen beheren, maar waar haal je het water vandaan, het zoete water vandaan, om ze ook weer te kunnen aanvullen? Bijvoorbeeld. Dat is een belangrijk aandachtspunt eigenlijk in alle gebieden. Nou, en we hebben daar op basis daarvan van de resultaten besloten en hebben we een representatief cluster gekozen. En dat is dit cluster 1 hier in het noordwesten rondom Noord-Gouwen met 3 ondernemers daarin. Nou, dat is dit gebied, daar zoom ik even op in. De cirkel geeft eigenlijk aan de percelen waar we voornamelijk van hen naar hebben gekeken. Nou, in dit cluster zijn 3 ondernemers of bedrijven die doen daar aan mee. Van Dalebout, Vis en Kool van den Berg. De bedrijven, het is zowel akkerbouw als ook een veeteeltbedrijf. Op een aantal plekken zijn al diepdrains aangelegd waar op dit moment al water aan de kreekrug, aan de zoetwaterbel wordt onttrokken voor irrigatie, voor beregening. En bij de verschillende ondernemers zijn ook verschillende wensen ten aanzien van de hoeveelheid beregening, het moment van beregening en of er überhaupt beregend moet worden en hoe we dat doen. Dus dat is al een belangrijk aandachtspunt als je dat als cluster oppakt, dat daar een goede samenwerking aan ten grondslag ligt. Nou, in deze haalbaarheidsstudie hebben we nu toe verschillende activiteiten uitgevoerd om eigenlijk de situatie aan de grond en ook onder de grond beter in beeld te krijgen. Beter nog dan in de quickscans al is gebeurd, waar het meer op hoofdlijnen is gebeurd. We hebben sonderingen laten uitvoeren. Zal ik daar nog iets meer op ingaan wat dat zijn. We hebben de waterkwaliteit bemonsterd en oppervlaktewater bemonsterd, drainwater bemonsterd en die waterkwaliteit geanalyseerd. En op dit moment zijn we ook bezig om samen met Deltares wat modelstudies uit te voeren. Dat is nog in volle gang. Om te kijken wat de effecten zijn van verschillende methoden om die zoetwaterbel aan te vullen met water, met zoetwater van elders bijvoorbeeld. Dat dus niet door neerslag daar terechtkomt, maar om dat actief ook te stimuleren. Daarnaast, ik heb dat hier nog even cursief weergegeven.
zijn er ook op later, gaan we ook nog bezig op binnenkort met, als dat, die modellering is afgerond met een voorlopig technisch ontwerp. En in latere fase ook, en volgend jaar ook met een, het opstellen van een business case en ook een organisatiemodel van hoe zou je dat nou het beste die samenwerking organiseren. Nou, begin ik met sonderingen. Dat zijn eigenlijk is een techniek om de bodemopbouw in beeld te brengen zonder dat je daarvoor echt een boring hoeft uit te voeren en de grondsoort, alle de bodem naar boven te halen. Wat er gebeurt is dat er een gevoelige, dat er eigenlijk een kop, een gevoelige sensor met behulp van een staaf de bodem in wordt gedrukt. En die sensor die registreert eigenlijk de druk die je tegenkomt en de wrijving ook daarlangs. En die combinatie van druk en wrijving, dat is eigenlijk een maat voor de bodemsoort. Dat wordt vertaald naar wat voor type bodem daar zit. Dus of dat een kleilaag is of een zandlaag of iets daartussenin. Tegelijkertijd kan die kop ook het elektrisch geleidingsvermogen meten. Dus of er, dat is een maat voor of het zoet of zout is, het grondwater dat je tegenkomt. En dat gebeurt bij de meest reguliere sonderingen. We hebben ook op een enkele plekken een nieuwere techniek laten toepassen. Dat is een foto hier van te zien. Waarbij ook door water op verschillende plekken water in te pompen en er weer uit te halen, kan ook een beeld verkregen worden van hoe goed doorlatend de bodem is. Nou, de resultaten, zo ziet dat er ongeveer uit wat je dan vervolgens terugkrijgt. Dat is een vrij ingewikkeld plaatje, maar wat hier gebeurt is dat er op de verschillende dieptes tot ongeveer 25 meter worden een aantal variabelen gemeten. En die dienen dan weer om eigenlijk een indicatieve bodembeschrijving te maken. Nou, en hoe donkerder groen het is, hoe meer klei dat is. En de rest is bijvoorbeeld zand, dat oranje, die oranje kleur. Nou, ik zei al dat die kop van die sondering ook, daarmee kun je ook afleiden waar het zoet-zout, waar het grondwater zout wordt en waar het nog zoet is. Dat hebben we ook gedaan en dat hebben we vergeleken met de gegevens uit de kaarten van Fresham, die al eerder, die wellicht een aantal van jullie al bekend zijn, waarbij eigenlijk vlakdekkend in beeld is gebracht hoe diep die zoetwaterlens op Schouwen-Duiveland aanwezig is. En dat hebben wij vergeleken, die kaartjes, met de zaken die wij zelf hebben aangetroffen bij het doen van de sondering. En dat zijn hier de getallen. En dat komt behoorlijk goed overeen. Je ziet hier waar de zoetwaterlens echt aanwezig is, dat het tot 16 à 20 meter diepte dat daar zoetwater zit. Ga je wat verder naar het noorden in het cluster, dan wordt dat al snel minder, 10 meter of zelfs maar enkele meters beneden maaiveld. Met hier lokaal nog een iets dieper stuk. Nou goed, die bodemopbouw is dus met behulp van die sondering in beeld gebracht. Nou, daar sta ik even kort bij stil. Hier ga ik van zuid naar noord eigenlijk door het cluster heen. Dan heb ik hier een aantal bodemprofielen. Kijk daar niet te lang naar. Daar zit best veel detail in. Maar wat wij daaruit hebben gehaald is dat er de groene of de donkere stukjes, dat zijn een soort van storende lagen. Kleilagen, misschien wat ziltige lagen of zelfs veen. Die zijn her en der wel enigszins aanwezig, maar we zien niet een uitgebreide scheidende of een storende laag die in de hele ondergrond, in het hele cluster aanwezig is. En die ook, bijvoorbeeld ook van invloed kan zijn op de manier waarop je zoetwater in de ondergrond wilt brengen. Dus er zijn geen wijdverbreide storende lagen, hebben we hier aangetroffen. Nou goed, dat kun je dan vertalen. Dus misschien wel een aardig plaatje even. Van zuid naar noord door het gebied, waarbij die verschillende boringen hier zitten. En we zien eigenlijk dat daar waar hier de zoetwaterlens zit, het brakzout grensvlak, daar zit hij eerst op 1,20 meter en gaat richting de sloten eigenlijk. Dat zien we, waar langs de dijk ook een sloot ligt, daar is die zoetwaterlens bijna afwezig. En, dus, en de doorlatendheid is ook vastgesteld en die is dieper onder de Kreekrug eigenlijk is die aanzienlijk, 20 meter per dag. Daarboven is het een stuk minder, met ook stukken waar wat meer storende lagen zitten, waar de doorlatendheid wat geringer is. Dus met dit soort sonderingen en de resultaten die eruit komen, zijn dan dit soort doorsneden te maken. Het oppervlaktewater hebben we dus ook naar gekeken. Nou, je ziet hier even de kaart van de legger van het waterschap. We hebben op een aantal locaties het water bemonsterd. We bekeken wat het elektrisch geleidingsvermogen is, EGV of de EC. In millisiemens per centimeter heb ik hier een aantal waarden bijgezet. En
Wat we daar zien is dat de kleinere slootjes, die vooral bij neerslag water afvoeren, die zijn uiteraard een stuk zoeter, een stuk lagere waarde komen er terug, dan de primaire sloten, de primaire watergangen. Die hebben best een hoog, die zijn best wel brak tot zout. Dat is dus wel goed om te weten als je erover nadenkt om wellicht dat water te gebruiken om een krekerug aan te vullen. Dat is een belangrijk aandachtspunt uiteraard, hoe zout of zoet het water is. Nog even een kaartje. Hier heb ik even een beeld proberen te krijgen van de drooglegging van het gebied. De drooglegging wil zeggen dat je het peil zoals dat door het waterschap is opgelegd aan het gebied, dat aftrekt van de hoogtekaart om een idee te geven van hoe diep zit het grondwater, althans bij de sloten en ook ongeveer bij de percelen, hoe diep zit dat ongeveer onder het maaiveld. En blijkt dat in het hele gebied de drooglegging en dus de ontwatering die daaruit volgt vrij groot is. In de winter is dat ongeveer 1,5 tot 2 meter op de meeste percelen, soms zelfs wat dieper. Maar ik moet hierbij aantekenen dat zit uiteindelijk de werking van drainage zit hier niet bij in. Maar, dus er zijn een aantal andere factoren die daarbij meespelen. Maar de drooglegging is redelijk groot op de meeste plekken. Nou, waterkwaliteitsanalyses had ik het net al even over. We hebben zowel drains bemonsterd als slootwater, waar het water relatief zoet bleek te zijn. Nou, het slootwater heeft een hogere troebelheid. Er zit wat meer organisch materiaal in, opgelost ijzer. Zou je dat water wellicht in de bodem willen brengen, dan kan het zijn dat je dat moet voorzuiveren. Het drainwater is wat dat betreft wat minder troebel, maar bevat weer meer andere stoffen, zoals bijvoorbeeld nitraat. Dat zijn ook allemaal aandachtspunten. Mocht je dat in de bodem willen brengen, dan is dat belangrijk om te weten of die stoffen niet bepaalde gehaltes overschrijden. Dat even kort samengevat, wat we daaruit hebben gehaald tot nu toe. Ja, de diepte van de zoetwaterlens komt goed overeen met wat al uit de FreshM-kaarten bekend is. Dus dat is betrouwbare informatie ook. Wat ik al zei over de bodemopbouw, lokaal storende laagjes, maar niet heel wijd verbreid. Best een aantal sloten zijn brak tot zout, of maar beperkt watervoerend. En de drooglegging had ik net ook vrij diep. Nou, een belangrijk aandachtspunt blijft toch wel, waar halen we dat zoete water nou vandaan? De waterkwaliteit, hoe vul je eigenlijk die bel aan? Dat hebben we, sta ik nog even stil bij. We hebben nu gekeken waar zouden we eventueel een techniek willen toepassen om om die zoetwaterbel aan te vullen. We hebben eigenlijk drie varianten, drie locaties eigenlijk in beeld gebracht daarvoor. Hier is de zoetwaterlens wat dieper. Hier is hij al minder diep, zou je hem dus kunnen aanvullen. En hier is lokaal een beetje zoetwater aanwezig dat je zou kunnen verder kunnen uitbreiden. En verder zijn er nog wat parameters wat eigenschappen die we daar hebben bekeken. We hebben eigenlijk besloten dat de voorkeursvariant eigenlijk hier op dit perceel ligt, waarbij de bodemopbouw geen storende lagen kent, maar de zoetwaterlens nog wel een stuk zou kunnen worden uitgebreid, is onze inschatting. Even kijken naar de tijd, ja. Wat ik net al zei, om dat zoete water in te kunnen brengen en om te kiezen met wat voor maatregel je dat zou willen doen, dat zou namelijk kunnen door ingrepen in het gebied of door echt technologische oplossingen, door bijvoorbeeld actief brakwater te onttrekken met de techniek, dat heet dan de freshmaker, tegelijkertijd zoetwater te infiltreren. Of je zou kunnen kiezen om bepaalde ingrepen, gebiedsingrepen te doen, bijvoorbeeld aanpassingen te doen in slootjes. Nou, dat zijn nogal best verschillende maatregelen waar ook zeker wel verschillend kostenplaatje aan kan hangen. Dus daarom is het belangrijk om van tevoren te weten welke maatregelen nou het meest geschikt zijn daarvoor. Of het meest effectief zijn, moet ik zeggen. En daardoor hebben we samen met Deltares een modelsessie opgezet om verschillende maatregelen, de effecten van verschillende maatregelen of van verschillende methoden om zoetwater in de bodem, om de hoeveelheid zoetwater te vergroten, om die door te rekenen, te kijken wat inderdaad het meest effectief is. Dat is daar de centrale vraag bij eigenlijk, van wat is het meest effectief voor het aanvullen van de zoetwaterbel. Nou, dat modelwerk dat ziet er dan een beetje op deze manier uit. Hier zie je eigenlijk weer het patroon dat ik net heb laten zien, ook de aanwezigheid van zoetwater in de ondergrond. Hoe blauwer, hoe dieper eigenlijk die zoetwaterlens zit, de onderkant.
Nou, dit zijn wat plaatjes van hoe ziet dat er in een model uit? Eigenlijk doorsneden van noord naar zuid en van west naar oost, waarbij je ook eigenlijk dat zoete water hier inderdaad op die manier ziet, terug ziet komen zoals we dat ook zouden verwachten. Dus dit zijn dan resultaten die eruit voortkomen. Dan geef ik hier nog even een inkijkje in, even wat ik gaf al aan, het is werk in uitvoering, dus een eerste inkijkje in de resultaten. We zijn nu bezig met Deltares om daar ook verder naar te kijken, ze verder te analyseren. Dan komt bijvoorbeeld dit, hier geef ik even een plaatje van verschillende maatregelen die zijn doorgerekend en ook het idee van om te kijken van de hoeveelheid zoet water die in de loop der tijd extra in de bodem wordt opgebouwd ten opzichte van een situatie dat je niets doet. Nou, we zien daar wel verschillende. Ik heb ze nog even niet benoemd welke dat zijn, maar we zien hier wel dat verschillende maatregelen, verschillende hoeveelheden, ja, de ene maatregel levert meer zoet water op in de ondergrond dan de andere. Maar we zijn nog goed druk bezig om daar ook te kijken van, om die resultaten goed te interpreteren, nog eens te controleren en daar, dat voeren we samen met Deltares uit. Kijk, hier zie ik dan, als het goed is, gaat er nu een filmpje spelen. Waarbij je dus zo'n modelrun, die in de lopende tijd zijn een aantal maatregelen gecombineerd, doorgerekend. En dan zie je dus hier op deze locatie dat dit geeft eigenlijk aan van de zoetwaterlens, of die aangroeit aan de onderkant. Dus hoe roder de kleur, hoe dieper die eigenlijk komt te liggen. Dus dat betekent meer zoetwater in de ondergrond. Nou, dat zie je bij deze modelrun, bij een aantal, als je daar wat maatregelen toepast op en rond het perceel, dan zie je inderdaad daarin de hoeveelheid veranderen. En dat zijn we nu nog bezig om dat verder in beeld te brengen wat daar precies gebeurt en welke maatregel het meest gunstig is. Ja, dat zei ik dus, die extra modelberekeningen en de controle van de resultaten, dat is nu in volle gang. Een aantal andere stappen die in die haalbaarheidsstudie nog gebeuren zijn wat vraagstukken van wet en regelgeving komen daarbij kijken. Als je dus water zou willen infiltreren of actief willen onttrekken met bijvoorbeeld een freshmaker, dan heb je te maken met vraagstukken rondom wet en regelgeving. Nou, daarvoor krijgen we input vanuit de Taskforce Governance, die ook wordt uitgevoerd als een parallel spoor binnen dit project. Dat werken we, de resultaten worden uiteindelijk uitgewerkt in een voorlopig technisch ontwerp. Van, mocht er inderdaad een technische oplossing worden gekozen in het perceel, hoe zouden we dat het beste kunnen doen? Daar hoort natuurlijk een kostenbatenanalyse bij, een soort business case. En volgend jaar wordt er ook verder gekeken naar een organisatiemodel voor het beheer, het onderhoud en ook het eigenaarschap van zo'n technische oplossing. En dat was even wat ik hiervan wilde zeggen. Terug naar jou, Peter. Dankjewel, Henk.